Mijn naam is Jesse van der Velde en in deze tweede video over vermoeidheid wil ik het met je hebben over vermoeidheid als gevolg van langdurige stress in je leven. Ons hormonale stelsel is een heel gevoelig systeem en vooral onze bijnieren zijn maar hele kleine klieren die als kapseltjes op onze nieren liggen. En deze bijnieren zijn verantwoordelijk voor de productie van verschillende hormonen, waaronder geslachtshormonen, zoals bijvoorbeeld testosteron, worden daar ook geproduceerd. Hormonen als aldosteron, het hormoon dat je vocht-zouthuishouding reguleert. Maar ook het hormoon cortisol, wat het stresshormoon is, dat ook een belangrijke ontstekingsremmende functie heeft in je lichaam. Dat hormoon wordt ook in je bijnieren geproduceerd. De functie van cortisol is divers. Het is onder andere het verhogen van je bloedsuikerspiegel. Op het moment dat er een situatie van gevaar is en er eerst adrenaline wordt geproduceerd, ook in je bijnieren, voor je lichaam om voorbereid te zijn om te vechten voor je leven of te vluchten voor je leven. Want dat is onze evolutionaire fysieke reactie op het moment dat er gevaar dreigt, dat er stress dreigt. En zometeen laat ik aan je zien waarom dat dagelijks nog steeds zo kan gebeuren. Wanneer ons lichaam adrenaline aanmaakt, worden we voorbereid. En daarna, omdat adrenaline maar een korte functie heeft, maakt ons lichaam cortisol aan. En cortisol heeft ook als functie om onze bloedsuikerspiegel te verhogen, zodat er suikers in ons lichaam zijn, zodat we energie hebben om te vechten en te vluchten voor ons leven. Cortisol heeft ook een ontstekingsremmende functie, omdat voor het doel om ons lijf te beschermen tegen eventuele schade, wonden en dergelijke. Als een leeuw zijn tanden in je zet, of als je zou worden geslagen, of zou worden wat dan ook voor het lichaam om zich te beschermen in situaties van vechten of vluchten voor je leven. Ons lichaam is niet gemaakt voor dagenlang langdurige stress, maar ons lichaam produceert deze hormonen ook bij mentale stress, bij bijvoorbeeld financiële stress, relationele stress in je relatie, stress bijvoorbeeld op je werk, van werkdruk, stress wanneer je bijvoorbeeld te laat komt. We kennen allemaal de situatie dat je gehaast bent om ergens op tijd te komen. Je ziet, ik ben te laat voor mijn afspraak, je haast je. Je staat in de file of je moet rennen. En je voelt op dat moment de stress in je lijf. Je begint te zweten, et cetera. Je voelt de spanning in je lijf. Maar allemaal hebben we wel eens gehad dat je vervolgens aankomt op plaats van bestemming en dat je ziet dat het nog helemaal niet begonnen was. Dat andere mensen ook te laat waren en dat ze helemaal nog niet begonnen zijn met wat voor bijeenkomst dan ook. En wat je daarbij eigenlijk leert is dat die stress op dat moment helemaal niet nodig was. Echter, je lichaam had wel op dat moment stresshormonen aangemaakt. Je lichaam was op dat moment in een fysieke overlevingsreactie. Omdat deze stress heel mentaal kan zijn en er daadwerkelijk daarna ook een fysieke reactie komt, kunnen we vanuit mentale stress ons lijf telkens activeren voor de productie van deze hormonen. En kunnen we onze bijnieren langzaam uitputten, omdat de bijnieren niet gemaakt zijn voor weken, maandenlang achter elkaar zoveel stresshormonen te produceren. Ze zijn gemaakt voor korte, grote hoeveelheden van stress en daarna weer helemaal ontspannen. Dat is hoe het evolutionair op dit moment nog werkt. En misschien generaties later gaan we ons wel aanpassen, maar nu op dit moment nog niet. De consequentie daarvan is dat wanneer we niet goed naar ons lijf luisteren, wanneer we niet goed in verbinding zijn met ons lijf, niet af en toe nee durven zeggen, niet af en toe momenten nemen van rust, om stress los te laten, om dichter bij onszelf te komen, om ons lijf te gebruiken om te sporten en op dat moment stress kwijt te raken, om te mediteren of om te ademen, allerlei middelen om stress los te laten. Wanneer we niet zorgen voor dat balans en ons lichaam constant activeren voor de productie van stresshormonen, dan raken onze bijnieren langzaam uitgeput. Uitgeputte bijnieren betekent dat je bijnieren niet meer goed in staat zijn om 's ochtends cortisol te produceren.
Want cortisol is onder andere ook een energiehormoon. En hier komen we weer in relatie tot vermoeidheid. Een normale cortisolproductie is dat als je vlak voordat je wakker begint te worden, dus aan het eind van de nacht en normaal gesproken wanneer het licht begint te worden, dan begint je lichaam met het produceren van cortisol. En door die cortisolpiek gaat er energie naar je lijf, word je wakker en word je met energie wakker. Normaal gesproken is die cortisolpiek 's ochtends, wordt cortisol steeds minder gedurende de dag en aan het eind van de dag kan je gaan slapen. Echter, wanneer de bijnieren uitgeput zijn, dan is er 's ochtends geen cortisolpiek. Dan blijven de cortisolniveaus 's ochtends laag. Maar zijn de cortisolniveaus aan het eind van de dag juist hoog? En het gevolg daarvan is dat je 's ochtends moe wakker wordt. Dat je niet gemakkelijk uit je bed kunt gaan. Dat je vermoeid bent. Dat je het gevoel hebt dat je nog wel een paar uur zou willen blijven slapen. Terwijl je meer dan genoeg uren hebt gemaakt, maar je nog steeds moe wakker wordt. En aan het eind van de dag is je cortisol hoog en kan je dus niet goed in slaap vallen. Nou, wanneer deze beide symptomen aanwezig zijn en er zijn nog andere symptomen van bijnieruitputting, dan kan je spreken over bijnieruitputting. En dan is het tijd dat je dingen anders begint aan te pakken. Omdat de patronen, de gewoontes, de denkwijze, de manier van leven niet voldoende voor jezelf te hebben gezorgd, heeft uiteindelijk geleid tot dit disbalans in je hormoonhuishouding en kan leiden dus tot gevolgen als bijvoorbeeld vermoeidheid. En bijnieruitputting is ook wat ze burn-out noemen. Op dat moment is het tijd om voor je lichaam te gaan zorgen. En er zijn natuurlijk een hele hoop manieren om dat te gaan doen. En wij kunnen je daarin coachen. Wij kunnen je daar ook in helpen. En wanneer je daar interesse in zou hebben om die dienst van ons te krijgen, klik dan op de link hieronder deze video. Vul het formulier in. Iemand zal telefonisch contact met je opnemen om je een eerste coaching sessie aan te bieden, zodat we samen kunnen gaan kijken, is dit eventueel iets voor jou? Hoe dan ook hoop ik dat deze video van waarde voor je is geweest en je hier iets uit hebt gehaald. En hoop ik je terug te zien bij een volgende video. Tot dan!